Medewerkers van het verfbedrijf PPG van Rosjo en vrijwilligers geven de Prakiki School aan de Kommewijnenstraat een opknapbeurt. Vianine Hiewiet Abrahams, marketing officer bij het verfbedrijf, zegt dat de opknapbeurt deel is van een groot project met een sociaal karakter. Deze campagne heet New Pain for a New Start. En het is gefocust op docenten en op studenten en kindertjes. Omdat u weet, vanwege de pandemie moesten we allemaal thuis les volgen en les krijgen. Het was een moeilijke tijd. En nu mogen we weer naar school toe. En u snapt, als je na zo'n moeilijke tijd naar een school moet komen waarbij de verf afbladdert, de verf er niet uitziet, er gaten zijn in het plafond, de gang poreus is, dan ben je niet echt gemotiveerd. Dan denk je, dan blijf ik liever nog langer thuis lesgeven. En PPG beseft dat. PPG wilde echt een nieuw begin, een nieuwe start geven aan deze docenten en deze. Hiewiet Abraham zegt dat er 30 scholen onder dit project vallen, waarvan 2 in Suriname geselecteerd zijn. Het gaat om de Prakiki School en de Nola Hadderman School. Hiewiet Abrahams vertelt waarom gebruik wordt gemaakt van bepaalde kleuren. We gebruiken speciale kleuren. Het zijn niet zomaar kleuren omdat ze mooi zijn. We hebben bij PPG hebben we color experts die een hele studie hebben gedaan naar het effect van kleur op het studeren. En het blijkt gewoon dat, dat bepaalde kleuren kinderen kunnen helpen om aandachtiger te zijn, dat hun aandacht langer erbij blijft en dat ze gewoon beter studeren, beter leren. Bij de Prakiki School zal een aantal lokalen opnieuw geschuurd en geschilderd worden. Hiewiet Abraham zegt dat veel mensen bereid zijn gevonden om vrijwillig te helpen met de opknapbeurt. Het project bij de Prakiki School kost ruim 41.000 Amerikaanse dollar.